Een ongeluk op de N201 tussen Vinkeveen en Waverveen heeft maandagavond voor een extra drukke avondspits gezorgd. Een auto reed daarin op het verkeer dat stilstond voor de stoplichten. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar de auto's liepen veel blikschade op. Door het ongeval was één rijbaan afgesloten. Op een gegeven moment stond daardoor ruim 6 kilometer file.